Ik ben Roelof Jan Smit, ben bijna 50 jaar. Ik ben werkzaam bij Brouwers Accountants en Adviseurs. Kantoor met 4 vestigingen in het oosten van Nederland. Ik ben daar bestuurslid. Sinds 2008 ben ik vennoot van kantoor. Daarnaast ben ik gehuwd, heb 3 kinderen en woon in Zwartsluis in Noord-West-Overijssel. Ik zie dat de toekomst van ons accountantsberoep steeds meer de kwalitatieve dienstverlening de boventoon gaat voeren. Je ziet in onze soort organisaties steeds meer al de veranderingsprocessen richting digitalisering en automatisering gaan. We hebben daar zelf als organisatie al een hele stap gemaakt, maar dat zal nog steeds verder gaan. De behoefte van het maatschappelijk verkeer zal daarom alleen maar toenemen om een dienstverlener te hebben die goede kwaliteit levert en onder goede kwaliteitslabels zal werken. De account van de toekomst die zal vooral blijven luisteren naar zijn klanten. Zijn klanten goed blijven monitoren. En daarnaast zal hij ook het maatschappelijk verkeer, dus zijn omveld, goed in de gaten houden en luisteren naar de behoeften om hem heen. Mijn ambitie als bestuurslid is om ons soort MKB-kantoren te blijven vertegenwoordigen. Je ziet op dit moment door het rapport in het publieke belang dat de publieke aandacht vooral uitgaat naar de OOB-kantoren, het OOB-segment. Wij als niet-OOB-segment en samenstelsegment in de accountancy moeten ook vertegenwoordigd blijven. En ik denk dat het goed is om kwaliteitsborgingen te hebben en te moeten blijven houden en dat men daar op een praktische, goede manier invulling aan kan geven.